inderdaad over abortuswet in Amerika, die is afgeschaft. Wat zijn uw gedachten daarover? Nou, mijn gedachte is baas in eigen buik. Dat vind ik wel heel belangrijk. Maar ik vind ook dat je heel erg op moet passen voordat je zwanger wordt, zult worden, goed voorboedsmiddelen moet nemen. Maar er zijn natuurlijk ook altijd mogelijkheden, momenten dat het gebeurt dat je er helemaal geen weet van hebt. Of dat je gedwongen wordt. En dat is verschrikkelijk. En dan heb ik nog steeds baas en eigen buik. Ik denk dat het wel een paar stappen terug is in de vrouwenrechten. En wat je kan doen met je eigen lichaam en je eigen leven. Ik vind het persoonlijk, belachelijk is misschien een beetje extreem om meteen te zeggen. Sowieso vind ik het Supreme Court al, heb ik heel veel mening over. Ik doe zelf rechten, dus dan denk ik, dus ik vind het al bizar dat dat überhaupt in een zaak beslist kan worden. En verder vind ik het ook bizar dat mensen niet daar hun eigen keuze over kunnen maken en daar dan al überhaupt geen recht op hebben. En dat ze niet zelf kunnen beslissen of dat goed voor hen is of dat ze dat graag willen. Ja, en ik vind dat wel echt je eigen keuze is. En natuurlijk, als man heb jij daar ook wat over te zeggen. Maar ik vind eigenlijk dat als jij met z'n tweeën, dat ongelukje hebt gehaald, zeg maar, dat je dan ook allebei daar over moet kunnen praten en daar een keuze moet kunnen maken of je dat wil houden of niet. Ja, dat is terug weer naar vroeger toe. Wat toen hier ook allemaal wat verboden was. Maar het is gekke werk eigenlijk. Vind je ervan dat er bepaalde mensen zijn die dan zo gingen juichen naar de uitspraak van de rechter? Ik vond het echt pijnlijk om te zien. Voor heel veel vrouwen die ook het echt nodig hebben en het wel graag willen. Vind ik dat echt heel erg dat daar zo blijdschap over is. Ja. Ik denk dat dat te maken heeft dat ze conservatief zijn. En dat het misschien te maken heeft met hun geloofsovertuiging. Denk ik. Dat is echt bizar. Maar vooral, er zijn natuurlijk ook wel veel vrouwen die dat vinden, maar voor mijn gevoel zijn het dan vooral van die wat oudere witte mannen, waar ik echt denk van, nou, ik krijg het tegen. Ja. En ik weet, ik zag van de week ook iets op internet dat zo'n interviewer dan ging vragen bij van die mensen die aan het demonstreren waren tegen abortus. Die zeiden van, je moet gewoon adoptie doen, zeg maar, voor je kinderen. En toen ging hij aan die vrouwen vragen, hoeveel kinderen heb jij dan geadopteerd? En toen was het van, nul. En toen ging hij echt al die mensen langs, niemand had een kind geadopteerd. Ik schrok er eigenlijk een beetje van, ook omdat ik het niet zo aan zag komen, dat ik juist dacht dat het met Biden misschien wat meer richting de linkse en wat progressievere kant zou gaan. En dus ik had het eigenlijk niet zo verwacht. En in Nederland zijn ze dus nu ook bezig om juist weer de bedenktijd af te schaffen. Ja, dus eigenlijk gaan wij een stap vooruit en zij gaan daar achteruit. Wat vind je daarvan? Dat vind ik heel erg goed. Ja, ik vind het namelijk... ik vind het heel erg raar dat zoiets wat meeste mensen dan zelf al heel erg over nagedacht hebben. Dat ze dan verplicht nog heel erg lang moeten wachten. Omdat ze een keuze hebben gemaakt die ze zelf toch al willen maken. Dat ze daar dan verplicht nog langer over na moeten denken, vind ik heel erg raar. Daar ben ik niet voor. Ik ben voor bedenktijd. Je moet wel weten of je echt abortus wilt, ja of nee. En niet zomaar van, ik heb een wip gemaakt, oh jee, oh wee, abortus klaar. Nee, dat vind ik niet. Ik vind wel zeker bedenktijd. Absoluut. Ja, ja. En een goed gesprek hebben met een deskundige. Ja. Ik denk eigenlijk dat het wel goed is dat die bedenktijd afgeschaft wordt. Omdat je, ik denk dat als je eenmaal de keuze hebt gemaakt om naar de dokter te gaan, dat je dan al redelijk zeker bent van je zaak. En dat die bedenktijd je misschien ook wel kan beperken juist. Omdat je, zo'n abortus is niet niks. Het maakt best wel impact op je, ik denk dat het best wel een pittige periode kan zijn voor een vrouw. En ik denk dat die bedenktijd daar misschien nog wel een schepje bovenop kan doen. Als in, je kijkt best wel op tegen zo'n ingreep. En die 5 dagen bedenktijd maakt dat er niet makkelijker op, denk ik. Ja, ik denk dat dat ook wel goed is, want ik denk dat als je zwanger bent en je wil abortus plegen, dat je daar sowieso al over na hebt gedacht. Dus maar als je naar de dokter bent gegaan, dan weet je al dat je dat wil. Dus ik denk dat die 5 dagen bedenktijd niet echt nodig is. Prima. Je moet wel bij de tijd blijven.